Alle deelnemers die stappen weer aan. Vlag is inmiddels weer omhoog. En de start is gevallen voor de grote prijs van Emmeloord. Met een goede start aan de buitenkant van André Bakker met Kenneke Kite. Moeilijkheden waren daar voor Tara Mirci. En nog beter begonnen is de 3 Megan Flevo. Megan Flevo, uw favoriet, die neemt al de leiding in de grote prijs van Emmeloord. In tweede stelling zien we op dit moment in de Dirk Bolwijnbocht paard nummer 6. Dat is Kenneke Kite. Voor de 1 Drogba Apache met daarachter de 4 Indus Dragon. Voor I Am The One Who Knocks en onder andere ook Hermes Planchet. Maar Megan Flevo die heeft nu al het heft in handen hier in de grote prijs van Emmeloord. Ze heeft een lengtevoorsprong ten opzichte van Kenneke Kite. En je kan je er nooit gerust zal zijn als een speedpaard zoals Kenneke Kite er vlak achter je zit. Met daarachter in derde stelling op dit moment Drogba Apache. In vierde stelling zien we Indus Dragon voor I Am The One Who Knocks. Daarachter Hermes Planchet met verder achterstand voor Bankrobber. Ook Mercedes Star die de groene vlaktes van Emmeloord goed lijkt te vinden. En daarachter zien we ook weer inmiddels weer aansluiting voor Tara Mirci. En tussendoor Genk Summerland met Rob van Toor in de kleuren van Adi van Bellen. Paarden gaan voor de eerste keer de manege op de bocht door. En het is nog altijd Megan Flevo aan de leiding. Megan Flevo voor Kenneke Kite. Eerste paard wat we straks in het tweede spoor gaan zien ontwaren. Dat is Danny de Dobbelde met zijn 10 Hermes Planchet. En hij is straks ook de ideale gangmaker van onder andere Bankrobber. Maar ook een Mercedes Star en Genk Summerland. Megan Flevo komt aan u voorbij. Tom Kooijman is bezig met zijn touwtjes. Gaat proberen alweer een volgende versnelling te vragen voor Megan Flevo. Daarachter zien we Kenneke Kite met nog altijd waakzaam. Drogba Apache. Hermes Planchet nog altijd in het tweede spoor voor Bankrobber. Binnenzijde is er weer voor Indus Dragon met daarachter I Am The One Who Knocks. Die kan op dit moment geen kant op. Buitenkant is er voor Genk Summerland met aan de binnenkant Tara Mirci. Paarden zijn weer de Dirk Bolwijndocht door met nog altijd Megan Flevo. Die controleert hier de koers. Met aan de buitenkant Hermes Planchet. Die gaat elke meter, komt hij dichterbij. Binnenzijde nog altijd voor Kenneke Kite. André Bakker die hoopt straks op ruimte. Buitenkant is het Bankrobber. Paard dat nog goed meegaat in dit geweld. Met erachter Drogba, Apache, Indus Dragon. En helemaal vanuit het achterveld zien we nu drie dik gaan. Dat is Genk Summerland. En ook I Am The One Who Knocks heeft nog ruimte. Alle paarden nog dicht bij elkaar in de grote prijs van Emmeloord. Maar nog altijd Megan Flevo aan de leiding. Megan Flevo heeft de leiding. Buitenkant voor Hermes Planchet. En kijk, Genk Summerland is. Die is nu al schuin naast Megan Flevo. Gaat daardoor in het derde spoor in die manegebocht. En heeft alle kansen nog op tafel. Alle kaarten zijn nog geschud. Maar het is Megan Flevo aan de leiding. Megan Flevo nog altijd. Komt daar straks ook ruimte voor Kenneke Kite. Het heeft er al een schijn van. Buitenkant is nog altijd Genk Summerland. Heeft hij nog een versnelling over naar de tussenaanval. Met aan de buitenkant nu ook Bankrobber en Mercedes Star. Maar het is Megan Flevo. Megan Flevo heeft er altijd een lengtevoorsprong erop zitten van Kenneke Kite. En gaat hij die lengte ook vasthouden? André Bakker stuurt Kenneke Kite nu naar het tweede spoor. En dan gaan we een geweldige tweestrijd krijgen tussen Megan Flevo en Kenneke Kite. Maar het is Megan Flevo. Die is op tijd. Paard nummer 3 hier in de grote prijs van Emmeloord. Voor de 6 Kenneke Kite. En de derde stelling goed gelopen. De 9 Genk Summerland. 3-6-9 voorlopig. En daar komen de winnaars al aan van de grote prijs van Emmeloord. En er is ook een groot woord van dank aan de harddraverij en renvereniging Drachten. Zij hebben een fantastisch bedrag beschikbaar gesteld hier voor de grote prijs van Emmeloord. 2200 euro prijzengeld en 1000 euro voor de winnaar. En de winnaar die staat hier voor u. Dat is de 3 Megan Flevo. Een 5-jarige donkerbruine merrie van Musselmas uit Constantia River.
Gefokt door de familie Ivemaas, gezamenlijk met Aad van Schie. Het paard is een eigendom van de Gele Canaris. Trainer Bas Krebas, ook aan het hoofd van het paard. En winnende rijder, zoals zo vaak, Tom Kooijman. Meg & Flevo, dit was alweer haar 14e overwinning op Nederlandse bodem uit 38 starts. Een heuse zegenmachine. Begonnen als klassiek paard en inmiddels heel veel overwinningen op de RBC-banen. Tom Kooijman die krijgt ook de felicitaties en de bloemen van niemand minder dan de burgemeester van Emmeloord. Mooi dat hij vandaag tijd heeft genomen om hier aanwezig te zijn bij de koersen. En dit was het hoofdnummer. Een grote prijs van Emmeloord. En natuurlijk hoort er dan ook iemand bij van de gemeente. Fotograaf doet zijn werk met zoveel mede-eigenaren van de Gele Canaries. Die ook een prachtige spandoek reclamebord hebben op het middenterrein. En iedereen kan mede-eigenaar worden van de Gele Canaries voor slechts 100 euro per maand. Tom Kooijman, het is de 14e overwinning. Wat een fantastische merrie. Ja, een toppaard. Louter 1 en 2 in zijn carrière geweest. Ja, en geweldig. Super. Het was onderweg. Wat was je tactiek? Nou, de kop nemen en zo zachtjes mogelijk rijden. Dan komen er vanzelf een paar en dan de laatste 250 meter proberen hem weg te rijden. Maar deze keurig, ze weet precies waar de finish is en het is een geweldig paard. Het was een heel mooi duel tussen jou en Kenneke Kite. Was het nog spannend? Nou, op het eind kwam hij nog wel dichterbij, maar dan weet je ook dat ze er is. En dan, zo spannend werd het ook niet meer. Viel mee. Super, Peter Delis kijkt vandaag van tv mee. Heb je nog een woordje voor hem? Nou, ik hoop dat hij goede vlucht heeft. Waar gaat hij naartoe? Hij is aan het vliegen zelf. Denemarken. Kijk, dat zijn nog eens mooie hobby's. Mooie hobby's. En deze erbij, dat ken je beter. Super Tom, gefeliciteerd. Peter Delen is een van de voorzitters van de Gele Canaries. Hij is op dit moment in de lucht. Maar hij zal ongetwijfeld snel weten dat zijn Meg & Flevo heeft gewonnen. En het is niet alleen zijn Meg & Flevo. Het is ook de Meg & Flevo van zoveel mede-eigenaren van zoveel Gele Canaries. En die zijn weer in talrijk naar Emmeloord gekomen. Ik heb nog gesuggereerd, kom even landen, want het ruikt er niet. Ja. En dames en heren, geef ze een groot applaus. De winnaars van de grote prijs van Emmeloord. Niemand minder dan Meg & Flevo en Tom Kooijman.